Geachte diplomaten, aan de vooravond van de VN-klimaatconferentie in Parijs wil ik tot u spreken. Ik ben een jongere van 16 jaar en ik maak me zorgen over de klimatologische catastrofe die op ons afkomt. Ik zou graag hebben dat u, elk voor zich, eventjes nadenkt over de volgende vraag. Als ooit een van uw kleinkinderen u vraagt waarmee u precies bezig was toen de aarde nog gered kon worden, wat zal u dan antwoorden? Ik ben helaas niet zeker dat jullie naar mij gaan luisteren, want jullie luisteren niet eens naar het klimaatpanel van de Verenigde Naties en zij kregen een Nobelprijs voor hun werk. U weet wat het klimaatpanel zegt, namelijk dat we zo snel mogelijk moeten afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Nu, in 2015, moet de CO2-uitstoot beginnen dalen. Tenminste, als we nog een kans willen hebben om de globale opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot met 20 tot 40% verminderen. Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot met 80 tot 95% dalen. Om deze cijfers te halen, moeten we jaarlijks 5% minder CO2 uitstoten, vanaf nu. Het is perfect mogelijk om de opwarming van de aarde deze eeuw onder de 2 graden te houden. Maar zonder klimaatbeleid streven we regelrecht af op een stijging van meer dan 4 graden. En dat wil echt niemand. Beste diplomaat en beleidsmaker, wilt u nu eindelijk stoppen met de alarmsignalen te negeren? Er is nu echt geen tijd meer voor politieke traagheid. U weet dat er alternatieven zijn. Wilt u de politieke moed tonen en bewijzen dat u terecht een van onze beleidsmakers bent? De klimaatverandering zal alles veranderen. Alleen de aard van die verandering ligt nog heel even in onze handen, vooral in die van u. Mag ik u vragen het noodzakelijke te doen? Hoogachtend, Wobbes Steeland, 16 jaar.